Goedemorgen, lieve mensen. Vandaag is... de laatste dag van dit experiment, van deze maand dagvloggen. Dit is de 30ste video en ja, ik heb gezegd dat ik dit een maand zou doen. En dat is nu gebeurd. En het was een rollercoaster. Is het interessant om hier een video over te maken? En dit gebeurt er als je een maand gaat dagvloggen, waarin ik mijn bevindingen deel. Laat het even weten in de comments. Ondertussen is het nu 12:30. Heb ik een beetje aan mijn boek gewerkt? Heb ik een video geëdit? Heb ik een call gehad voor een heel tof project waar ik nu nog niks over kan zeggen? En heb ik een hele grote bak eten. Wat ontbijt en lunch in één is. Couscous, of nee, bulgur met salade en nog een beetje kipshawarma erdoor. Wat ik ook nog over had. Ja, het is misschien een beetje raar, maar I don't care. Vandaag is sowieso een hele bijzondere dag, vind ik, voor mij. Want het is de dag waarop ik mijn boek ga inleveren. Nee, Kirby, je kan er niet bij. Kirby. We zijn nu met het laatste stuk bezig, maar redacteur en ik. Een soort... Nou, maakt eigenlijk niet uit. En dan ga ik hem gewoon opsturen. En ik kan het gewoon niet geloven. Het is zo raar dat iets waar je dan zo lang aan hebt gewerkt en zo veel mee bezig bent geweest, dat het dan opeens over is. Net zoals misschien, weet je toch, dat je... vroeger voor mij, in ieder geval vroeger, misschien voor jou wel nu, dat je het hele laatste jaar van je studie bezig bent met van, oh ja, shit, ik moet nog die scriptie schrijven. En, of ik moet nog een of ander hoofdprofielwerkstuk of weet ik veel wat schrijven. En, of een opdracht op je werk of zo, dat je weet, dat komt eraan. En dat het dan heel lang duurt en dat je dan, zoals het over is, dat je gewoon niet kan geloven dat het over is. Dat je helemaal moet wennen aan dat je weer kan ontspannen. Dat je niet de hele tijd in je achterhoofd hebt zitten. Ik zou eigenlijk hieraan moeten werken. Je mag helemaal niet nu Temptation Island kijken, want je moet eigenlijk daaraan werken. Dat ga ik nu eindelijk loslaten. Bowie, wil jij naar buiten? I don't think so. Geen van de katten is buiten geweest sinds er sneeuw is gaan vallen. Dus ja, het zijn prinsesjes. En je mag van mij hoor. Als je me niet heel erg hebt gevolgd de laatste tijd in deze video toevallig wel ziet. Ik heb dus een boek geschreven. Bijna klaar. En dat heet Dit gebeurt er als je duurzaam gaat leven. En het gaat over alle misvattingen, vragen en opmerkingen die je krijgt als je begint met een beetje duurzame leven. Bijvoorbeeld van familie of vrienden of kennis of collega's. Vragen als, ja, maar je hebt toch vlees nodig om gezond te zijn? Of het valt allemaal wel mee met die klimaatverandering? Of... nee, de soja voor vleesvervangers, dat verwoest pas de Amazonebossen. Daar, op al die vragen, ga ik eigenlijk in. En dan vertel ik je precies hoe het zit. Heel makkelijk en behapbaar. En vertel ik je ook hoe je daarmee om kunt gaan. Hoe je daarop kunt reageren. Dus het boek gaat misschien nog wel meer over mensen dan per se over duurzaamheid. Hey Boter, kom je ook even kijken? Gezellig hier weer. Oh, Boter wil alleen maar kusjes geven. Op je kont. Heb je wel door dat ik een beetje hyperpiep ben? Het manuscript van mijn boek gaat nu de deur uit. Ik heb een boek geschreven. Oh, wat raar is dit. Oh, ik kan echt niet wachten totdat jullie het hebben gelezen. En zo benieuwd wat jullie ervan vinden. In the winter wonderland. Flappy flappy winter wonderland. Hey Maxi, wat vond jij nou van deze maand vloggen? Ik vind het altijd heerlijk op momenten dat ik er niet op bedacht ben. En dat ik er geen zin in heb dat ik ineens een camera op mijn hoofd krijg. Dat was genieten, joh. Oh. Ja, dat is leuk, hè? Ja, en iedere dag weer. Precies. Dat jij een soort fingerspitzengevoel, ik weet dat je dat een lekker woord vindt, hebt om precies dat... Oh, nu is hij echt moe. En heeft hij echt geen zin om gezellig te doen. Tijd om de camera erbij te pakken. Dat was echt genieten. Dat is echt een van mijn vele talenten. Ja, ja. Okay. Ja, verder leek het me vooral een hoop werk voor jou. Ja. Nou, ik vond het... enerzijds vond ik het wel echt leuk. Omdat ik bepaalde dingen erin kwijt kon. Die ik niet zo snel op andere YouTube video's deel. Of Instagram. Dat vond ik er heel leuk aan. Anderzijds vond ik het
Nou, zeker gewoon in deze periode waar je niet zo heel veel beleeft, dat ik dan denk van, ja, wie zit er nou te wachten op dit geneuzel van mij, weet je wel? Ik voel toch de druk om een verhaal te gaan maken in plaats van gewoon even aan die auto heen. Ja, verder moet ik nog even mijn gedachten bij elkaar rapen en ik kom zo door met de verdere conclusie. Spannend! Cliffhanger! Wij zijn weer thuis en we hebben lekker iets afgehaald. Want het is feest, omdat ik mijn boek af heb. Dus het is nasi. Eigenlijk is het gewoon, ja, rijst met saus en dingen en tofu. Mmm, vet lekker. Feest! Nee. Even een rapportage, wat gebeurt er? Nou, we zijn hier op de ongebruikelijke situatie. Het is een werkelijke... Sneller. Maar, mand! Ramon staat buiten. Hé, hey, eerst keer in de sneeuw, hè? Ramon's first time in the snow. Oh, en ook de eerste kat, overigens. Er is nog geen... Hé! Hey! Furby zit maar weer eens Linda achteraan. Ja. Ondertussen sta ik nu hier dan met mijn eten. Allemaal voor die katten. Een raar huis is dit ook eigenlijk. Nou, blijf jij lekker hier staan, ik ga eten, oké? Nou, wat vond ik verder van het dagvloggen? Ja, ik denk dat de conclusie gewoon kort gezegd is dat ik er leuke kanten aan vind. En ja, dat dagvloggen toch wel echt, zeker in deze tijd, voor mij gewoon te veel voelt. Ik zit te denken aan een wekelijkse vlog. Maar ja, daar moeten jullie me ook maar eventjes in laten weten wat jullie daar, of jullie dat interessant vinden. En ik denk dat ik me vanaf nu gewoon eerst even weer ga focussen op, dat kan toch niet vegan, dit gebeurt er als, en dan met name leven als iemand anders. Want dat vind ik altijd, dat blijft leuk. En verder ga ik gewoon kijken wat de wereld mij brengt, ook qua inspiratie. Ik hoop heel erg dat ik weer op een gegeven moment een wat bakken ervan kan maken. Of misschien andere leuke series bedenk. We gaan het wel zien. En misschien dat ik het dagvlog wel weer een beetje meer op Instagram ga doen. Want dat heb ik natuurlijk de afgelopen maand, heb ik eigenlijk amper wat op stories gezet. Dus dat kon ik, omdat ik gewoon, ja, dat allemaal in deze dagvlog verwerkte. Dus dat kan ik dan nu ook wel weer een beetje gaan doen. Dus als je me nou nog niet volgt, doe dat alsjeblieft. Nog wel even een heel oprecht bedankje aan jou. Want ja, de vele comments die ik heb gekregen deze maand, natuurlijk heel veel doordat ik elke dag een video had, waren zo waardevol. Ik heb ze allemaal gelezen. Ik vind het zo bizar dat er zoveel mensen naar mijn video's kijken, daar af en toe iets aan hebben, daar iets uithalen, dat gewoon leuk voor de entertainment vinden. Ik weet niet waarom jullie er naar kijken, maar ik weet niet. Ik voel echt wel gewoon een soort warmte en verbondenheid met jullie. Ik herken ook inmiddels zoveel namen. En ik weet, als jullie vaak commenten, dan weet ik wie je bent. En dan doe ik echt mijn best om te antwoorden. Dat lukt niet altijd. Maar ja, ik wil het toch gezegd hebben. Ook vanuit Boter, heel erg bedankt. Het voelt echt als een afscheid of zo dit. Ik weet niet wat het is. Straks moet ik nog huilen. Ja. Heel veel virtuele knuffels en liefs. En tot snel, ongetwijfeld. Mwah. Doei. 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 Dag.